Oh ja, oeh, jij wilt spelen. En dat gaat een beetje moeilijk. Als de ander niet wil. Hé? Rijka. Ja, lieve vrienden, ik ben zo trots als een pauw. Ja. Op onze kleine Rijka. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is alweer laat. Het is tenminste laat. Wat heet laat? 13:50. We zitten te wachten op Rebecca. Die komt om een uur of half drie, meen ik. En ja, ik had weer wat problemen met het geluid van de televisie. Dus dat heb ik ook weer even gefixt. Iedereen is binnen. Ik zag Ewie net, maar nu is ze ook weer verdwenen. Oh, daar komt ze al aan. En Rijke en Kandel zijn allemaal binnen. Ja, hoe doen ze dat? Nou ja, Rijke, oké, die is sowieso binnen een eeuw in. Maar Kandel, dat die zomaar binnen is. Ja. Maar oké, jullie zijn natuurlijk uiteraard welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Hé, ja toch? Ja, oh, moet jij tandjes laten zien? Die heb ik niet meer. Nee. Ja, ik heb wel tandjes, die leggen in een bakje, maar vrouwtje kan er niks mee geworden. Nee. Oh ja, oeh, jij wilt spelen. En dat gaat een beetje moeilijk, als de ander niet wil. Hé? Rijka. Hallo, wat kwam je doen? Wat kwam je doen? Oh nee, niet bijten. Oeh, dat gaat kan er of niet. Wow! Spinnekop! Spinnekop! Hé, spinnekopje! Oh jee! De ene schoot en de andere wil ook. Hé, gaat een beetje moeilijk. Jo! Maar het maakt niet uit. Nee hoor. We gaan gewoon door met die banaan. Hè? Zo, even zo doen dan. Dat doe ik maar weer weg. Maar ja, maakt er allemaal niet uit. Jij ook verschoten. Zo, dat gaan we wat doen. Ik ga eventjes een blokje onderdrijken. Want die wil eruit. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe ik ook, al is het grijs en triest en hopeloos van ellende weer. Het regent gelukkig niet. Dus laten we daar blij voor zijn. Ja toch? Ja, vind ik van wel. Ik heb nog steeds geen oorbellen in. Ja, ik probeer af en toe iets, maar het bovenste gaatje die doet het een klein beetje pijn. Dat wil we nog niet echt aan. Er zit ook een kwastje op, dus dat ik eventjes weer met het spul los zien te krijgen wat ik ervoor heb. En dan komt dat ook wel weer goed. En hou jij iets op. Dank u. Maar in ieder geval, ik zal even een appje eerst de deur uit sturen dat ik met Rijka eruit ben. Dan is ze daarvan op de hoogte. Ja. Ze zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben zo trots als een pauw. Ja. Op onze kleine Rijka. Zo, ik ben weg geweest naar de winkel. Ik had de camera dus aan op mijn telefoon, zodat ik er in de gaten kon houden. Maar ik had ook voor het eerst Ewen bij haar gelaten. Ik heb haar niet horen huilen, ik heb haar niet horen blaffen. Ze bleef stil, oké, ze is 2-3 keer naar de tuindeur gelopen om even te kijken. Maar ze heeft ook niks op de grond gegooid. Ze is even in de mand geweest, weer op de bank. Ze bleef slapen. Nou, wat wil je nog meer als je weg bent, zo'n hondje te hebben? Ideaal, wat een schat. Ja, ze leert het dus al aardig goed. Ik ben echt super trots en super blij. Ja, het is een schatje. Echt, het is een engeltje. Een engeltje soms met een beter voor, maar dat zijn wij ook geweest. En dat hele diertje ook. Hé, meisje. Ja, nou. Ben je een grote meid, hè? Moet je zo gapen doen? Oh.
Nou ja, oké, Rebecca, die is al lang al geweest. Morgen zal ik mijn begeleidster Sandra Urban krijgen. Maar die had morgenmiddag wat anders. Dus ze is vandaag al geweest. Maar heel misschien dat ze morgenavond ook nog even gewoon voor de gezelligheid komt. Moet jij weten. Ja, voor mij is wel weet je hoe je dat doet. Ja. Maar in ieder geval, een drukke dag. Ik had amper tijd om Rijka uit te laten. Oh, sorry. Ik had het ding nog vast. Maar ze heeft wel de poepie in dit plasje gedaan. Straks gaan we weer even wandelen. En dan komt het allemaal goed. En ik wou gaan renderen. Maar dat is er niks van gekomen. Dat moet ik dus straks allemaal wel doen. Dus ja, ik hoop dat het allemaal goed komt. Ik heb het makkelijk gedaan met eten. Ik heb ook boodschappen gedaan. Ja, ook dat. Dus uiteraard weer een bouwhond van bij de koffie. Ja, en kijk zelf maar. Voor de poesjes, voor ikken, voor Rijke, een schoonmaakmiddel. Dus ja, komt helemaal goed. Vaccinelichtjes weer. Uiteraard wijn en Berenburg en nog een fles glühwein. Dus ik kan wel weer eten. Heb ik genoeg in huis, de vriezer zit vol. Het enige wat ik nog halen moet, dat is brood maar, en vleeswaren. Maar dat moet ik weer bij de woonmaar doen. Die is de andere kant weer op. Ja, maar dan bij de deken. Maar dat komt allemaal goed. Ja hoor, simpel zat. Wat is er, Ewin? 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 Nou, dat niet. Geen gehoor aan die kant. Maar oké, ik heb twee WhatsAppjes binnengekregen. Dus ik zal kijken van wie, hoe en wat. Want dat druk ik weg, omdat ik die camera ervoor had. En ik ga ook niet op de booster of met de rollator of wat dan ook. Ga ik appen, dat doe ik niet. Nee. Of het moet dringend zijn. Maar dat was het ook niet, heb ik niet gezien. Maar voor nu zeg ik, lieve vrienden, een hele, hele fijne, liefdevolle avond. We zeggen, later. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is nu alweer 15:24 en ik zit aan een bakje koffie. En deze hebben even wat lekkers en ik had ook zin in wat ik denk, neem weer even een broodje. Ik was ook laat uit bed, maar dat doet er niet toe. Ik zou vanmiddag bij iemand op bezoek, maar het was niet tegen de persoon zelf beloofd, maar tegen de dochter. Mijn surrogaatzusje, maar... Ik heb vannacht zelf lopen te spoken met overgeven, et cetera. Niet geslapen, zo beroerd als een hond. En ik ben dus laat uit bed gekomen. Daardoor, ik ben nog lang niet in orde, maar... Ja, je gaat het toch weer... Ja, ik weet wel hoor, het heerst ook weer. En ik heb ook niet voor niks die koortsuitslag. Ja, dan is het, krijg je het of krijg je het niet? Dan, ik ben dus lang niet in orde. Om nou te zeggen, ik voel me dood en dood, zie ik dat nou ook weer niet, maar wel onwennig. En moe en nog eens moe. Ik ben niet vooruit te branden. Maar ja, maakt er allemaal niet uit, we gaan gewoon door en Rijka. Ja, zo hadden de beestjes iedere keer eruit kunnen en eten krijgen, et cetera. Daar zorg ik ten alle tijden voor, ook al ben ik nog zo ziek. Nou ja, dan laat ik Rijka, ga ik dan niet lopen, maar dan laat ik gewoon in de tuin. Dan blijf ik binnen wachten tot ze klaar is en dan hup weer naar bed hoor. Ja, heerlijk. Nee, maar ik zou dus naar het hospice toe. Want daar ligt er eentje op sterven. Maar die wisten we van dat hij dus niet meer lang te leven had. De dokters hadden hem al opgegeven en hij leeft nog. Nou ja, zo kreeg ik er nog eentje. De dokters hebben die ook opgegeven. Maar die leeft ook nog steeds en dat is al meer dan een jaar geleden. Ja, het ligt me net aan hoe lang je rikketikketje het ook volhoudt, hè. En als die goed is, ja, dan blijf je nog wel even. Maar oké, lieve vrienden, even over wat anders. Ik ga straks Rijka dus wel even lopen met de lopen. En dan kom ik ook langs altijd iedere keer langs een vrouwtje en die heeft mij ook uitgenodigd. Dat wil ik even proberen. Dat ik toch eventjes eruit ben.
En even gezellig wat anders doen. En ik moet naar het hospice nog bellen. Want dat moet vooraf gevraagd worden of je wel een hond of wat dan ook mee mag nemen. Nou ja, dat moet ik straks ook nog even doen. Maar dat komt allemaal goed. De computer staat al aan. Dus het nummer dat staat op mijn computer. Kan ik zo doen. En ja, voor de rest, het is donker, het is grijs, het is triest. Ja, waar is dat nog meer zo? Ja, in Amsterdam ook, Nick. Zo wel, hè. Ja, ik weet dat ik een trouwe fan heb, ook in Amsterdam. Weet ik ook sinds kort, weet ik niet hoor. Maar ik vind het leuk. Ja, echt wel. Ik vind het leuk. Ja, en dat is nog een jonge man ook. Nog een hele jong broekie, zoals wij dat dan zeggen. Ja, die leeftijd heb ik ooit gehad, geloof ik, denk ik. Ja, ik weet niet eens niet zeker meer. Nee, ik heb geen aardeverkalking. Nee, hek niet. En ik ben ook nog niet dement. Oké, we vergeten wel eens wat. Maar oké, wees eerlijk. Dat hebben de jongeren ook wel. Die vergeten ook een heel veel. Ben ik achtergekomen. Oh, ben ik vergeten, hoor je dan. Oh, en dan zeggen ze, dan begint het tegen jou kwaad te worden, omdat jij ouder bent en ook wat vergeet. Nou, kijk naar hunzelf. Ze zijn jong en ze vergeten ik weet niet hoeveel. Denk ik ook van, hallo, wie is er hier dement? Ik, jij. Nou, ik ben het ook niet, maar ze schelden je dan uit dat je dement bent. Maar dat ben ik niet. Hé, nee, hè, schuit je niet aan. Nee, nee. Nee, schat. Nee. Nee, hoor. Want ik weet donders goed wat ik allemaal doe, et cetera. Maar dat zijn gewoon dingen wat ik geen verstand van heb. En niet aandurf om dat te doen. Dus ja, daar laat ik ook aan handen over. Maar ja, daar ben ik niet de enige in. Ook de jongeren die zijn er zo, als ze iets niet weten, vragen het ook naar een ander die het wel weten. Ja, toch? Ja. Hé, Ewen? Of niet dan? Ja, er zit er eentje pal naast me. Dat is madame Rijka. Ewen. En Kandolf is weer achter de deur. Ja. Die is de hele ochtend van... ik zet jullie te ver weg. De hele ochtend vanaf 6:30 tot... een uur of 11, hè? Ja, zoiets. Is die buiten geweest. Dus ja, lang genoeg. En nu zit hij eindelijk eens een keer te eten. Met wat anders erbij, iets lekkers. Plakje worst ik gegeven. Maar ja. Moet hij weten dat hij zo lang weg blijft. Maar hij is ook niet eerder thuis. Dus ja, kan er ook niks aan doen. Nou, lieve vrienden, ik ga opschieten. En ik zou zeggen, tot later. En geniet verder van jullie eindmiddag. Het is 4:30, dus... zeggen tot dan, doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Rijke heeft het padje en de poepje weer gedaan. Hé, schat? Ja, nou. Ja, ze liggen nou lekker lang uit weer op de leuning heen. Hé? Ja, nou. Zien jullie haar? Ja. Maar ja, ik had even bij die vrouw aangebeld, maar Rijka mag daar niet naar binnen, terwijl ze zelf ook een hondje heeft. Terwijl ook dat hondje samen met Rijka kan. Ze zijn elkaar tegengekomen en het was heel leuk, lief en aardig allemaal met elkaar. En helemaal niks aan de hand en dan mag Rijka niet binnenkomen. Ja, hallo, dan ga ik ook niet naar binnen. Nu, mijn hondje niet, ik ook niet. Mijn hondje niet opkomen is, ben ik het ook niet. Ja, toch? Maar oké, maakt verder niet uit. Dat blijft dan gewoon een goede dag als ik het tegenkom. Ik heb het hospice heb ik gebeld. Rijka mag mee. Kijk, dat mag weer wel. Terwijl dat er schoon moet zijn, et cetera. Maar... en dan wil meneer Kandolf er weer in. Nou, even een moment. Even die. Je zag net voor daar. Waar ben je dan? Oh, toch wel. Nou, goed zo. Grote jongen. Dat is koud, hè? En het blijft nogal hard, hè? Ja. Wat heb je hier? Ja, het waait als ik weet niet wat. Echt. Dat was waar. Echt wel heel erg. Dus ik heb weer een bak koffie en ik ga zo weer voor de pc en ik ga weer aan het werk. Even weer renderen. Nou, wel eeuwen daar weer naar binnen, want die moest er net naar boven.
waar ik niet mag vloggen, dat is even zien, vandaag is de week. Ik zou wel vloggen, maar niet daar. Nee, dat mag niet. Ik moet dan ook netjes gekleed zijn. Ik weet denk ik nog niet wat ik aan zal doen. In belang of weet ik veel wat. Want de Rijka mag ook mee. Ja, dan heb ik een nieuwjaarsborrel. Ik had er wat geen alcoholische dranken geschonken, want het mag daar niet. Dus het is nep. En dat is dinsdag de 14e. Met een hapje en een non-alcoholborrel. Oh. Van 15 uur tot 17 uur. Dus ja, daar zijn we van de partij, want anders krijg ik niet zo'n uitnodiging, hè? Ja. Dus daar gaan we ook even naartoe. En nou, dan zou Corrie nog komen, want ik zit nog in de kerstsfeer vanwege Corrie. Nou ja, die wil dat graag zien, dat Nancy. Dus dat laat ik staan hangen, weet ik van wat. Ik het nou nog niet aan, want ja, het is eigenlijk kerstmis, dus vanavond als het donkerder is, doe ik het pas aan. Ja, je wilt toch wat licht hebben natuurlijk. Nou hoop ik niet dat ze morgen komt, maar donderdag, want morgenochtend komt Rebecca. Kijk, morgenmiddag even naar het hospice. Ja toch? Ja. Dus dat komt dan ook allemaal wel goed. En dan kan je donderdag Corrie komen. En dan kijk, vrijdag heb ik dan rustdag. En dan begin ik zaterdag met die boel weg te doen. Af te tuigen. En eerst in eerste instantie die boom. Dan heb je weer ruimte. En dan kan je de bank weer op zijn plek. En dan de rest, ja, dat komt allemaal dan stapgewijs. Ja, toch? Ja. Maar in ieder geval, we proberen het gewoon op een of andere manier uit. Eén kleed moet ik niet in de was doen. Want ik wil, hoe noem je dat? Je kan ook, goh, hoe heet het nog, plastic. Maar het heet in hun termen geen plastic. Nou, het is een beschermzeil voor je tafel. En dat is van dat dikke spul. Deze tafel kan ik niet voor krijgen, want deze tafel is te groot. Dus moet ik op maat hebben. Die kan wel, de salontafel. Ik kan gewoon bij de Action kopen en dat is daar niet duur. En ik kan hem de salontafel op zijn kop doen. En dan moet ik dus een cirkel tekenen en dat uitknippen. Ja. Anders weet ik het ook niet. Maar ik wil het eigenlijk erbij laten hangen, dus ik moet een grote cirkel knippen. Ja, dat moet. Ja. En dan moet ik het misschien hoe ik dat red met Rijk over de vloer te huppelen en te doen. Want van de week, ze deed het nou vandaag hier binnen al, maar van de week deed ze het voor het eerst buiten. Het leek net een haas of een konijn die ook zo van die sprongen maken. Doet zij ook. Gek beestje. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik had lol en vanmiddag ga ik ook weer even lol erom, want het is gewoon een grappig gezicht. En kan dat die shit zijn eigen weer irritante wassen. Klaar. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. Ik ga televisie kijken en ik ga aan het werk voor YouTube. En ik zie wel wat Schipstrand. Met mijn werkzaamheden, want ik moet ook op mezelf denken en mijn oor jeukt. Oh jee. Want mijn maag die is ook, staat te ploppen. Ik ben niet echt wat je wezen moet, nee. Maar oké, ik kan ook de pret niet drukken, nee. We houden het met de pret niet op. Zo is dat. Ze zeggen, geniet. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben me weer aan het klaarmaken voor te lopen. Met Rijka, uiteraard. En ja, het waait hier als een raket. Ik moet me goed en warm aankleden. Speld in mijn sjaal. Dat mezelf natuurlijk niet prikken. En een warme jas aan. Want het is heel, heel erg koud. Zoals ik al zei.
En dan wil het allemaal weer dus niet wat ik wil. Gaat het weer fout. Ik heb nog een keer. 1, 2, hoppatatee. Zo. Want anders, ik heb zo'n driehoeksjouw om en dan gaat die punt dubbel zitten. En dat gaat zeer een beetje ruk vanzelf. Taagje van Rijka klaarleggen. Kijk, dat is dit hele handeltje. Nou, dan zoek ik even mijn riem. Die gaat om mezelf heen. Gewoon als een riem, ja. Dat is het eigenlijk. Dan haal ik het korsetje aan één kant los, want die zat hierbij aan vast. Dan heb ik zo'n heel leuk flikkerlissie. Dat flikkert. Moet ik wel zo meteen doen, want soms is die ook eigenwijs. En blijf je draaien en draaien en draaien en draaien totdat je ons weegt. Ja, komt die. Ja, nou, en dan zie je de hond die je dan hebt, zie je in donker lopen. Nou, dan krijgen ze hem mooi om, dat tuigje. Dat gaan we nu eventjes dan doen. En ik zeg tot straks maar weer. Doei doei. Ja, en toen waren we weer thuis. Ik zie er helemaal verwaaid en verfromfraaid eruit. Maar dat doet er niet toe. Jeetje mina, wat waait het hard. Kom maar later aan te houden. Zo erg. En toen zat mijn stok ertussen. Ja, ook dat nog. Zo. Nou. Jeetje mina, echt. Nou, dan moet ik vannacht nog een keer, hè, voordat ik ga slapen. Ja. En dan moet er nog een klein rondje. Ja, ik loop kleine rondjes nou met dit weer. Want ik hou mijn rollator nu aan met die hele harde wind. Dus ja, dat gaat dan niet worden, hè. Kijk, gisteren een knap weer en het waait niet, of bijna niet. Nou, dan kan ik een lange route lopen. Maar ik ben nou echt back en back af. Ja, dus laat het mooi even hier hangen. En hier is madameke. Hé, hier is madameke. Mwah, lekker. En daar hebben we een andere madameke. Ewin. Dat, even de rollator weer op zo'n plekje zetten. Althans, zo'n voorlopige plek. Ik weet nog echt niet waar. Ja, ik denk dat ik een spin ga kopen. Voor spullen op je bagage. Dragen vast te binden. En dan kan ik hem gewoon weer in de hand neerzetten. En met dan even de gaten boren in de muur, haken eraan. Laat ik wel doen door mijn broer. En dan met de spin vastbinden van de ene haak naar de andere haak. Zodat hij niet om kan vallen als Ewen erop gaat leggen. Of als Rijke een gekke bui heeft en er lang stuift dat hij niet omvalt. Anders heb ik hier geen plekje. En ik heb hem ook iedere keer uit elkaar gewoon staan. Omdat ik denk, ik heb gewoon pakken wanneer ik weg moet. Maar ja, ook het kattenhuisje staat er. En Ewen die lag erop te slapen. Maar dat doet ze nou ook tegenwoordig niet meer. Dat is geweest. Hé? Ewen? Hoe ging jij al? Oepsie, oepsie. Wat gebeurt? Nou, ja. Dat wil ze toch niet. Je krijgt een haal, hè? Rijka. Maar die tippelt nog overal onderdoor, hè, madameke. Rijka. Nee, meer over Ewen. Maar oké, lieve vrienden. Ik ben een bek af. Ik ga een bakje koffie maken. En een ander drankje erbij en ga mij vanzelf verwinnen. Mag wel. Tot hier. En dan de warmterecord. Oh, dat zal RB6 heb ik hem op. Maar oké, mijn haar dan weer, dat ziet er niet uit. Het moet ook nodig weer even gewassen worden. En dan doe ik de lok toch weer naar mijn eigen kant toe. Want ik vind het eng. Ja, het zit heel anders hè, dan dat je het zelf gewend bent. Maar ja, doet er allemaal niet toe. Komt ook wel weer. Ik zoek
Ik hoor wat, maar ik zie niets. Maar het zal. Oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie rechtsavond. En voor straks welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard ook weer gezond opstaan, hè. Ja, dat hoop ik voor iedereen weer. En ook voor mezelf hoop ik dat. En voor mijn diertjes hoop ik dat die gezonde nacht door mogen komen. En tot aan de andere kant van die mooie dromen. Doei!